Yo mensen! Je zal je afvragen, Koen, wat ben je nou weer in godsnaam aan het doen met je leven? Nou, dat is sowieso een goede vraag die je af kan stellen. Zoals je ziet ben ik volledig in legermodus. En dat heeft een reden, ik heb namelijk een nieuwe spits gekocht. Zonnetje was het toch niet helemaal voor mij, dus Zonnetje, wegwezen, weg Zon, weg. Onze nieuwe spits is niemand minder dan Wayne Sandilands. Waarom heeft hij van die leger ding op zijn wangen? What the heck? Dit is ongekend. Ik begrijp er gewoon helemaal niks van. Kan toch niet? Wat is dit? In ieder geval dacht ik, aangezien hij legerachtig goed is en waarschijnlijk een echte killer voor de goal. Oh, ik moet hem eigenlijk even killer geven. Even kijken welke chemistry staan we gaan geven. Oh, ik kan natuurlijk maar een aantal, aangezien het natuurlijk een keeper is. Oké, is het een muur? Schild? Handschoen? Ik denk schild, hè? Schild, soort legerschild. Hij is een schild. Zeker, hij is een schild. En dan gaat de trap ook nog eens omhoog. Wat fantastisch is, want dan kan hij nog beter die balletjes erin trappen. Vind je deze video leuk? Mensen, zeker een duimpje omhoog. 5 likes, helemaal top zijn. En dan gaan we spelen met Sandilands in de spits. Ik hars mezelf. Jongens, eindelijk gaan we baard eraf. Auw! Geintje. Abonneer zeker op mijn kanaal, mensen. Dat kan hier beneden, terwijl we een potje gaan zoeken. We moeten nog 9000 abonnees tot de 300k. Als we nou elke dag 1000 abonnees erbij krijgen, duurt het maar 9 dagen. En dan hebben wij op 24 oktober hebben we 300k. Ja, het gaat waarschijnlijk niet lukken, maar we kunnen het in ieder geval wel proberen. We komen tegen deze tegenstander een prima team. Een Bundesliga team, maar maakt geen reet uit, want wij hebben Sandilands. En ik ben helemaal in oorlogsmode. Maar doe even abonneren, ben je niet geabonneerd, doe het hier beneden en druk op dat belletje. Join hashtag teambelletje. Ben je nou op zoek naar te goed kaarten, gaan ik van de groep.nl naar Sandilands. Hop, oh, onze echte legerleider. Zou die in-game, nee, hij heeft sowieso niet in-game ook die dingen. Dat zou echt het beste ooit zijn. Als hij in-game ook die dingen zou hebben, ja, maar dat kan natuurlijk niet. Nee, dat is sowieso niet zo. Waarom staat hij zo op de foto? Ik snap het niet. Maar misschien staat het wel trouwens op het internet waarom hij zo op de foto staat. Dan ga ik straks wel even opzoeken. Misschien is hij wel ziek of zo. Dan zit ik nu grappen te maken over iemand die gewoon ziek is. Dat zou wel sneu zijn. Hij kan niet zijn dragback. Hij heeft eens zijn skills, dan kan je geen dragback. Ben je ooit een speler tegengekomen die geen dragback kan? Ja, blijkbaar elke keeper dus. Geen dragback! Oh nee! 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 Nee, schuis, hoe dan niet? Nee, het is het 12 minuten. Dankjewel, scheidsrechter. Dankjewel. Ik baal eigenlijk dat ik niet zo'n legermuts heb. Zo'n groene. Hebben jullie camouflage kleding, mensen? Camouflage broek of zo? Achter, wat is dit nou? Stel je voor, je hebt nog nooit een video van mij gezien. En je klikt een video aan en je ziet ineens dit. Met twee zwarte stukken tape op iemands bek. Mensen, ik zweer het je, normaal ben ik niet zo. Wel, eigenlijk wel. Ja, eigenlijk wel. Komt de voorzet op Sandilands, die voelt hem aankomen. Ah nee, MAP, nee. Mandy. Nee. Ik weet niet precies hoe dat precies geen overtreding was. Aangezien eentje nog steeds op de grond ligt ook dood te gaan. Nee, ah, oh, staat hij bij... Mensen, ik heb besloten dat ik tegenwoordig wat meer ga letten op milieu en op GroenLinks ga stemmen. Natuurlijk niet. Gelukkig op GroenLinks. De reden dat ik dat zeg is omdat ik me nu een soort... Snot. Ik voel me nu een soort van zo'n klimaatactivist. Aangezien ik ook met die dingen op... Die lopen ook altijd van die dingen op mijn wangen. Het is van... Stop auto's! Weet je wel, dat soort dingen. Ja, weet ik veel. Het staat nergens op. Nee. Pak die vent nou aan. Dan gaat hij hem afleggen. Oh, doet hij niet. Oké, dat is netjes. Sorry, wat er gebeurde met Varaan? Die had even moeite met gewoon lopen. Oh, sorry. Schiet! Oh. Oké, we staan rust. We staan 1-0 achter. Dat is jammer, maar ik ga zeker scholen. Ik voel gewoon... Dit is mijn jaar, mijn moment. Ik heb nog niet veel schoten op goal. 0 namelijk. Dus dat valt een beetje tegen. Maar op zich is dat niet een probleem. Het is geen probleem. Ik heb wel een probleem, hè? Het is wel een probleem. Oh, kom, ren. Lekker, nee maar. Schiet maar, jongens. Schiet maar. We hebben schot op goal, jongens. Daar gaat het om. Daar gingen we voor. Huts. Oh. Schiet! Ik trap over de bal heen, die gek. Oh mijn god, ik trap gewoon volledig over de bal heen. Wat een mafkees. Hop, het lekker tussen, het lekkerste meddoek. Nee. Dit is echt helemaal niet fijn. Oh, daar gaat peren zien. Je gaat terug. Nee, je gaat niet terug. Oh, goed, prima. Lekker, niks mis mee. Echt, jongen, die wat zo goed was in FIFA 19, hoe heet het? Die La Coqueta. De scheidsrechter legt hem op de stip. Wat? Ja, hier kan ik dus met mijn kop niet mee. Ik weet niet wat er gebeurde. Wat, waarom krijgt hij hier nou ineens een penalty? De bal was daar niet eens. Ik begrijp er geen reet van. Hoppa, easy. Geen enkel probleem. We houden binnen. Lekker. Huts. Ah. Ik heb nu een soort hakbijl op mijn wang. Boom. Oh, keepertje. Boom. Oh, keepertje. Boom. Oh. Wat een kans. Als ik met die gast scoorde, is mijn levensdoel bereikt. Het is zo kut dat die vent geen dragback kan. Als ik denk oprecht wel al gewoon best wel aardig kans had om te scoren. Gewoon oprecht, dat was het misschien wel gelukt. Maar dragbacks zijn echt zwaar nodig. Ik, trouwens, ik wil deze pot wel gewoon winnen. Dus ik ga hem even scoren met andere mensen. Nee. Ultra aanvallend, jongens. Let's go. Let's do this. Oh, als hij nu een fout maakt, jongen. Zoals nu. Ja, tussen. Kom op. Ah. Voor de mensen die dachten dat ik daar klaar kwam. dat klopt inderdaad. Oh, hij tikt hem met zijn eigen goal. Dit meen je niet. Hangen. Oh, dat is geen goed schot, hè, van mijn keepers. Heb je zoveel trappen? Schiet je nog zo? Ik snap het niet. Hoe kan dat nou? Ja. Oh, moet je tussenkomen. Ja, lekker, goed tussen.
Oh mijn god. Hij heeft ook zoveel mensen achterin staan. Dat is echt bizar. Nou, op zich wel logisch. Aangezien je 1-0 voor staat dat je een beetje gaat verdedigen. Dat is op zich niet heel raar. Geen hele rare gedachte of zo. Maar. Het is een goede bal. Goede bal. Mandy. Op Mandy. Mandy terug. Op Neymar. Oh. Ik krijg gewoon 1-0 verlies. Deze verliespartij was niet nodig hoor. Kan ik je vertellen. Maar ik heb nog niet verloren. Nu wel. ik had nog niet verloren. Nu wel. Wat een pas! Nee! Wat een bal van mijn keeper. Oh mijn god. Wat een bal. Niet schieten met hem. Niet, gewoon niet doen. Nee, nee, dit kan toch niet, man. Wat een kans, hé. Holy crap. Ik heb verloren mijn eerste pot. Oh, Mbappé, jongen, gast. Ik had 0 schoten in de eerste helft. En nu heb ik er 5 op goal. Ah, ik had echt moeten winnen. Oké, nog een pot. Ik ga zeker winnen. Ik wil in divisie 5. Ik ben echt tandtoe slecht. Ik moet scoren met mijn smikkelbier. Ah, hij ziet er goed uit, hoor. Kijk nou even hoe die daar voorin staat. Jongen, echt als een echte strijder gewoon. Eigenlijk heb ik mijn andere oorlogssoldaat, San Maximan. Die heeft zijn band al om heeft, omdat hij daar gewond aan is geraakt. Maar toch doorgaat in het gevecht heb ik eigenlijk ook nodig. Die ga ik er straks inbrengen. Ja, 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 ja. Die ga ik er zeker inbrengen zo. Dan heb ik een soort superduo. Een soort legerduo. Ja, 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 ja. En dan kan het niet anders dat ik win. Dat kan gewoon niet anders. Dat kan niet missen. Yo, dus dat mensen, Mark Thor Dynasty met vandaag weer een nieuwe video. Nieuwe Missy Mark is als je nu bij Squad Leader Changes. Mensen. Ik weet niet wat ik aan het doen was. Maar ik heb weer alles gemist. Die niet kunnen dragbacken, dat is echt een handicap. Schiet. Oh, die aanname. Kijk, ik zit nu zeg maar in het dilemma van. Kijk, zeg maar, ik zit nu in divisie 5. Dat is echt dusdanig laag dat zelfs ik hier eigenlijk wel normaal gesproken wel zou winnen. Keeper. Ik moet ook helemaal niet proberen uit de draai te schieten. Ik weet niet waarom ik dat doe, maar dat duurt waarschijnlijk. Dat doe ik. Oh ja, ik weet al waarom ik het doe. Maar dat, een jaar duurt om hem normaal te krijgen. Ah. Tik. Mbappé gaan. Waarom kon ik hem niet selecteren? Wat is dit? IE Edgar. Nee, wat doe ik? Ik verpest het voor mezelf. Mensen, één voordeel wel. Ik ben zo ongelooflijk slecht dat ik straks waarschijnlijk gewoon in divisie 9 zit of zo. En dan kan je echt alles doen wat je hartje begeert. Want die mensen hebben geen vingers. Ja, dat is zeg maar echt een voordeel. Dat is echt chill hoor. Als je tegen iemand FIFA speelt zonder vinger. Oké, de vraag is dan of ik dan zou winnen. Die kans waarschijnlijk niet. Maar als mensen op het moment dat ik dit opneem, dat is zondagavond. Morgen op maandag gaat het magische gebeuren. Dan ga ik voor je FIFA tegen. Oh, zet toe toe. Ja, 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 ja. Hij is even weg geweest. Maar eindelijk. Eindelijk. Ik wil ook nog steeds de first owner OC22. Ook daar komt nog een video van uiteraard. En hij scoort nu gewoon. Want ja, hij krijgt 1 kans en dan schiet hij er rustig in. Terwijl ik met die klote keeper. Oh, die keeper is zo slecht. Oh mijn god. Hij heeft ook helemaal geen strength. Hoe kan hij geen strength hebben? Even serieus. Hij is toch gewoon keeper? Dan ben je toch gewoon sterk of dik of zo, weet ik veel. Scheidzie. Nee. Waarom Dembele? Kijk, score wel. Dat is leuk. Prima. Maar dit was dé uitgelezen kans voor mijn keepertje. Oh, ik moet zeggen, deze tegenstander... Het kan wel, hoor. Ik voel, het kan. En hij scoorde 2-1, uiteraard. Want hij heeft 2 schot en die gaat er ook in. Want ik heb een gehandicapte keeper op goal. Genaamd Jan Oblak. Oftewel de beste keeper uit de game. Denk het niet. Kijk, ik ga deze pot gewoon oprecht niet verliezen. Dus ik ga even zorgen dat ik gewoon score met mijn spelers. Want dit kan ik echt niet verliezen, deze wedstrijd. Ah, nee. Nee, nee, nee. Ik sta gewoon 3-1 achter. Deze gast kan er helemaal niks van. Boom. Lekker Dembele. Oké, 3-2. Kom op. Ik haal mijn eigen speler neer. Nee, nee, nee. Ik kan niet selecteren. En hij schiet hem erin. Lekker. Fantastisch spel. Fantastisch. Tijd voor Gucci man. Voor mijn tweede oorlogsheld. Genaamd Sint Maximum. Dit wordt hem hoor. Ik voel het. Die aanname. Oh mijn god, die aanname. Oh mijn god. Zagen u dat, mensen? Ik dacht, dit is mijn moment. Ik dacht, dit wordt hem gewoon. Dit was hem ook eigenlijk. Dit was eigenlijk een doelpunt. Het was eigenlijk al een doelpunt. Totdat, ja. Totdat mijn speler toch ineens besloot dat hij dacht van, ik ben een keeper. Wat ook helemaal waar is. Dus op zich kan ik hem daar ook niet echt voor blijven. Godverdomme. Goed, jongen, met de voorzet. Mbappé. En de keeper stopt hem uiteraard. Want zijn keeper houdt wel ballen tegen. In tegenstelling tot mijn keeper. Keeper. Boom. Heel slecht. Hij is echt heel slecht. Hij is echt heel erg slecht. Ik ga hem weer verliezen. Ik ga gewoon nog een pot doen. Want ik moet en zal een pot winnen met die vuile oorlogsmeester in de spits. En deze had ik ook gewoon moeten winnen. Maar ja, dat is een beetje het probleem van mij met FIFA, mensen. Ik denk dat jij het ook wel moeite mee hebt. Degene die dit kijkt. Heb je er ook moeite mee dat je denkt van nou, deze had ik wel kunnen winnen. Maar toch, ja, dan gebeurt dat toch steeds niet. En toch wel dusdanig vaak gebeurt het niet. Dat je uiteindelijk toch wel denkt van, volgens mij ben ik gewoon echt heel slecht. Ja, dat is toch wel degene waar ik een beetje mee zit. Nou ja, mee zit is een groot woord, maar ik moet wel janken. Dit was mijn kans. Nee. Oh mijn god. Oh, die bal is waarschijnlijk ook naast gaan trouwens. Denk ik. Maar ik heb verloren. Mensen, ik heb verloren. Tijd is om. We hebben verloren. Nog een pot. Xbox 60 geeft het ook. Is er nu eentje voor Legend Mark Overmars? Moet ik even kijken. Kijk, ik doe het liever niet, maar het is nu gewoon tijd voor grote geschut. Daar ben ik gewoon eerlijk in. Het is gezeik. Hoppakee. Zet ik mezelf er weer ongelooflijk voor lul, hè? BLS Bonkertown. Oké, mensen, we zijn los. Dit wordt mijn pot. Dit is mijn pot, oké? Ik wil namelijk niet naar Divisie 6 degraderen.
keeper. Oh! Ja, ik probeer toch nog steeds op die keeper te spelen, maar ik moet het gewoon niet doen. Ik moet het gewoon niet doen. Want het slaat nergens op, want die keeper heeft nog niks goeds gedaan. Maar ik wil gewoon zo graag scoren met die keeper. Deze bal zal iedereen natuurlijk van mijlen ver aankomen. Oh mijn god. Waarom ben ik zo triest slecht in dit spel? En waarom komt die bal perfect in de voeten van Endon Belen? Waarom staat daar niemand van mij? Lekker. Lekker. Oh, dat is trouwens niet de keeper. Laat maar zitten. Ik dacht, oh mijn god, ik heb hem bijna. Oh, Neymar. Oh, Neymar. Oh, Neymar. Wat ben je goed. Neymar, Neymar, Neymar. Wat ben jij een fantastische speler, zeg. Heerlijk. Fantastisch wereld. Schiet! Zo slecht. Laten we eerst even op voorsprong komen, AUB. Dat moet eigenlijk mijn tactiek zijn. Ik moet op voorsprong komen. En aangezien hij daar gaat aanvallen, dan moet ik proberen te counteren. En dan kan ik wel scoren met de spits, denk ik. Oh, Oblak stopt een bal? Jongens, dames en heren. Het is tijd voor de nationale feestdag. Oblak heeft een bal gestopt. Dames en heren, dank u wel, dank u wel, dank u wel. Ik hoorde heerlijk Amerikaanse volkslied op de achtergrond. Geen idee waarom Amerikaans. Ik wil nu het Franse volkslied. Ja. Oh, keeper. Die gaat echt nooit scoren, hè? Die kan oprecht nooit scoren. Het is rust. Ik heb ook veel meer kansen. Dit is echt de wedstrijd voor Sandy Lance. Dat kan niet anders. Ik voel het gewoon. Ik voel het opborrelen bij mezelf. Sandy Lance. Hij is echt zo slecht. Je kan toch wel gewoon schieten, of niet dan? Welke keeper kan nou niet schieten? Dit staat echt helemaal nergens op. Gewoon zelfs een schietenboost gehad. Dat je daar iets aan hebt. Ja! Hij doet het! Hij doet het! Wat een goal! Heerlijk! Sandy Lance. Hij heeft geen streep op zijn wangen. Gescoord met Sandy Lance. Yes! Gewoon een belangrijk doelpunt ook. Let's go! Sandy Lance, fantastisch. Met zijn punt van zijn schoen binnenkant paal. Jawel, Sandy Lance, daar staat hij op het veld met zijn... Jongens, waarom staat hij dus zo vrij aan die zijkanten? Keeper. Wat doet hij, Oblak? Wat doet hij? Ja, gelukkig ben ik een enorm goede verdediger. Anders had ik nu weer gewoon gelijk gestaan. Omdat Oblak, ik weet niet wat hij van plan was daar, maar... Keeper! Oh! Maakt hij gewoon zijn tweede die gek? Dat was te veel van het goede geweest. Sandy Lance. Sandy Lance in de korte hoek. Sandy Lance! Schiet! Ik vind het zo bizar dat die keeper zo slecht kan schieten. Oh, wat meegenomen. Wat meegenomen. Keepertje. Oh, ik wil hem overheen chippen. Maar ja, stikt eraan. Dat kon natuurlijk niet. We hebben gewonnen, mensen. Auw. Auw. Het is gelukt. We hebben gewonnen. En we hebben de winnende gemaakt met onze legerleider. Fantastisch. Ik ben trots. Een 8,5. Wat fantastisch goed gedaan. Onze nieuwe super sub, mensen. Ik hoop jullie deze video leuk vond. Ik leuk vind je te liken. 5 likes zijn helemaal tof. Abonneer op mijn kanaal. We gaan op naar de 300k. We gaan hem halen. Snel. De 300k. Heel snel. Leuk voor het kijken. Ik zeg live hier weer de volgende keer. En ik zie jullie. Doei. Later. Shit, echt mijn oren doen nog pijn. En mijn tuin was op beat een beetje vals in het refrein. Maar zo is het wel begonnen, beetje jong en onbezonnen. Zit ze zelf voor op FIFA en ging onderweg en tonnen, wauw. Je ziet mijn haar en je denkt daar komt de dubbel in. Kocht BTC, niet voor later een verdubbeling.